Yo mis, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Tomb Raider aflevering hier op mijn kanaal Jaraski Plays. We gaan natuurlijk weer verder waar we gebleven waren, want op dit moment zijn wij onderweg naar het strandgevalletje. En we staan hier nu omdat de karretjes niet meer werken. Dus we zijn van dat karretje afgesprongen daar in de verte. En toen zijn we hierop uitgekomen. En we moeten daar naartoe. Daar. Dus ik weet niet hoe we hier verder kunnen gaan. Maar daar komen we denk ik heel erg snel achter. Ik denk als ik verder omhoog ga dat ik wel ergens moet komen. We moeten namelijk even erachter zien te komen hoe wij verder kunnen komen. Want het is hier super ver en super groot. Maar het komt wel goed. Vinden jullie deze serie nou leuk jongens? Ram dan sowieso natuurlijk kaart op die like, want dat helpt mij enorm. Oh kijk, zit hier een zipline. En dan kunnen wij gewoon verder gaan. Nou, je meent het. Het is stil hier. Te stil. Oh my god. Oké, daar gaan we weer. Daar gaan we weer, jongens. Kom erop, bitches. Kom erop. Oké, die gaat raken. Bitch. Hoppa, oké, komen er nog meer? Lijkt me wel. Oh, kut. Oh, yo. Het zijn er nog veel ook, jongen. Kut op. Ah, oh, die deed pijn. Er zijn er echt heel veel. Ik weet niet wat ze willen. Nee, ze willen mij, dat snap ik ook nog wel. Dus waarom willen ze mij? Oh, kut, die bom ligt naast me. Holy shit, het is hier echt heel druk. Ze staan daar ook nog, hè? Voor mij mogen ze komen, ik knal ze wel af. En het zijn er wel heel veel. Kom dan. Denken jullie nou echt dat jullie me kunnen pakken? Kijk hoeveel er zijn dan. Het is 100 tegen 1, jongens, maar jullie krijgen me toch niet. Kom dan. Jammer, vriend. Even kijken, kan ik niet iets kapot maken of zo? Oh, bitch, fuck off. Oprotten nou. Even kijken, ze komen nog steeds naar binnen, maar... Kan ik iets kapot maken hier of zo? Dat ze niet meer naar binnen kunnen komen. Blijf namelijk echt maar komen, jongen. Oké, okay. Oh, nee. Niet weer zo'n kutgun. Waarom nou? Ik kan maar rennen, Lara. Oh, are you fucking kidding me? Oké, nou, die is weg. Daar hebben we sowieso geen last meer van. Maar waar? Au! Dat doet, oké. Ik ben boos, jongen. Ik denk dat hij een beetje boos op ons is. Hey, later jongen! Later! Spring. Dat ding gaat vallen, nee, je meent het. Hij vermoordt gewoon al zijn eigen mensen en hij zit tegen onze zeuren dat wij hem proberen te vermoorden, maar hij vermoordt gewoon zijn eigen mensen niet meer vol. Dat is denk ik niet helemaal de bedoeling! Oh my god. Moet je zien schieten dan? Daar ben ik helemaal niet, joh, Mongol. Oh wacht, in plaats van dat hij gooit gewoon de ding naar beneden. Uh-oh. Hou je vast, Lara. Oké, dan niet. Dan naar me luisteren, vriend. Uh-oh. Holy shit. Is niet goed, jongens. Laat ze spring erop. Oké, lekker. Uh-oh, gaat dit ding wel kapot? Waarom gaat alles waar we aankomen gaat kapot, man? Kijk dat ding hangen dan daar. Oh, ik heb hem. Niks aan de hand. En we komen nog wel ergens. Ik heb hem. Oh joh, als je dat op het verkeerde moment doet, dan ben je de lul, jongen. Hoppa, we gaan weer glijden. Uh-oh. Oh, oh my god. Spring. Hou vast. Oh my god. Oh my fucking god. Komt ze in het water terecht. Oh shit. Ik zeg het toch, als je het te laat doet, dan ben je dus de lul. En dat was ik ook. Nu niet verkeerd doen, Lara. Kan het. You can do it, man. Hoppa. We gaan weer glijden.
Hoppa. Hoppa, nu hebben we hem wel. Oké, moeten we nu gaan zwemmen dan? Wat moeten we doen? Oh, ik weet niet wat ik moet doen. Oké, we gaan zwemmen. Schiet, schiet, schiet. Holy shit, we zijn nu wel beneden. We zijn nu wel beneden, dus dankjewel voor de hulp, jongens. We zijn gewoon beneden, kijk. Ik weet niet of we hier ook moesten zijn. Maar dat hoop ik wel, want anders zijn we nog verder weggekomen. Hoppa, zo. Ja, dat zei ik dus ook, ja. Handig, hè? Ze hebben ons gewoon geholpen. Want we zijn er nu, denk ik. Dat hoop ik. Dus daar is nog iets handig, jong. Made it. Hoop ik alleen niet dat hier ook nog vijanden zitten. Dat is niet helemaal de bedoeling, namelijk. Ik ga even al die kistjes pakken, jongens. Ik zie er een paar staan, namelijk. Dus even die kistjes pakken voor extra puntjes. Staat er daar namelijk nog een. Want nu zijn we hier nog. En zo meteen misschien niet meer. Dat weet je niet. Anders hadden we daar gewoon naar beneden gekund ergens. Nu moesten we helemaal omlopen. Hoppa, nog met puntjes. Waarvoor is dit ding dan? Wacht even hoor. Waarvoor ben jij, vriend? Wat kan ik met jou? Kan ik jou bewegen? Ja, dus. Daar heb ik alleen geen ene zak aan. Ik kan jou bewegen, ik heb er alleen niks aan. Dus doei! Ze komen er later nog wel achter. Is er ook een kampie? En als dit kamp veilig is, dan zal het stukken makkelijker zijn. En tot nu toe lijkt het veilig. Ze proberen die motor te starten, hoorde je dat? Ze proberen die motor te starten van dat, van iets. Ik weet niet van wat, van iets. Maar er stond hier nog een kistje, dus ga ik nog even pakken. En ligt hier ook allemaal ammo, dus dankjewel. Dankjewel. Maar ze proberen hier iets te starten. Ik weet alleen niet wat. Tankje erbij, waarom niet? Hé jongens, wat proberen jullie te doen? Hé, wild zwijn, kom jij eens hier? Pio in je kont, hè? Pio in je kont, hè? Pio in je kont, hè? Jammer, hè, vriend? Mag ik wel mijn pijltjes terug, alsjeblieft? Dankjewel. Hier zit een kampvuur, dus kunnen we even upgraden. Ligt er nog ergens een kissie? Ja, daar nog één. Oké, dan pakken we die nog en dan zijn we klaar. Dat is de laatste die ik namelijk zie. Hallo wild zwijntje. Geheime tombe in de buurt. Oeh, spannend hoor. Ligt er ook nog een schat. Een GPS. Hoppa. Maar ik begin voor deze jongens. Voor deze. Voor deze beginnen wij. We kunnen die geheime ding pakken. Alleen heb ik eigenlijk niet zo'n zin in. Dit kunnen we nog wel even kapot maken. Ik denk dat dit een geheime tombe is. Zullen we gewoon... That won't work. Oh. We moeten een bom... Ik moet dit ding... Opblazen met een bom, denk ik, want dit ding is te sterk. Damn, can't do that yet. Of. Het is een nieuwe uitrusting die ik kan gaan pakken. Dat we daardoor sterker worden of zo. Dus ik ga even kijken bij de kampvuur, want we hebben genoeg punten namelijk om iets te kunnen doen. En dan zien we het vanzelf verder. Oké, even kijken hoor. Strijdgeweer. Wapen aanpassen. Blablabla. Strijdgeweer voltooid. Oké, even kijken. Vaardigheid. Even kijken hoor. Wat hebben wij dan als nieuws gekregen? Oriëntatie. Zoveel? Nee. Nee. Nee, dat boeit me allemaal niet zoveel namelijk. Jager upgrades. Emineer je vijanden met finesse. Ja, leuk. Wat hebben we hier nog? Deze kan ik nog niet. En dan kunnen we dus alleen hier eens upgraden. Dan upgraden we deze wel. Ik vind het goed. Verdien extra XP met hoofdschoten, afmakers en sluipmoorden. Oké. Okay. Ik vind het helemaal mooi. Dan hebben wij nog een uitrusting erbij. Voor onze gun. En dit is versterkte loop. En dit is gepolijste uitwerper. Verhoogde vuursnelheid. Dat is niet echt, echt nodig ofzo. Als ik eerlijk mag zeggen. Wat kunnen we hier nog upgraden? Bij de shotgun kunnen we denk ik wel wat leuks upgraden. Hier, ontvlambare hulzen. Hagel bedekt met licht ontvlambare vloeistof. Geef dat maar. Hoppa, daar zijn al onze punten op. Klaar. We zijn weer klaar. Kijk, weg hier, want ze zijn hier die motor proberen aan te starten. Dus ik ga even kijken wat ze hier nou precies aan het doen zijn. Hé, jongens. Hoi, ze proberen het maar, hè. Kan deze deur misschien nog open?
Ja. Ga ik nog even binnen kijken en dan kijken wat we nou allemaal aan het doen zijn. Is hier nog iets leuks? Oh, ja, daar heb ik niks aan, alleen het dagboek. Oké, dan gaan we verder. Nou, wat de fuck zijn jullie hier aan het doen, jongens? Hey, dat ding start niet hoor, dat hoor ik nu een half uur lang namelijk. Sam, I'm here. Laura. Ah, groepsknuffel. I'm so sorry, missed out on this. Yeah. Where is Alex? Heading over to the Endurance, grab some tools for Reyes. Jonah, give the hoist a try. This has got to be our best chance, right? We've got to try. I'm glad you decided to join us, Lara. What can I do to help? Help Jonah. We moeten opletten, hè, want wij willen landinwaarts varen, maar zij willen wegvaren. Dus dat moeten we nog vertellen. We'd be able to lift it more smoothly with some kind of block and tackle. You're right. I should be able to fashion one from some pulleys. There might be someone that rigging we can use. I'll check it out. Be careful, Lara. Be careful, Lara. Wij doen altijd voorzichtig. Heb je dat nog niet gemerkt dan? Jongen. Bereik het galjoen. Hier, nog een GPS. Hoppa. Oké, we moeten dus daar naartoe, zoals je kan zien. Daar. Dus dan kunnen we hier naar boven met de zipline daar naar beneden. En dan zijn we er wel. Oh shit, dat is wel erg hoog. Kan je hier nog naar beneden? Kan je daar vasthouden? We leven nog, niks aan de hand. We zijn geen pussies. Ja, dit is een hele goeie. Mijn kinderen serieus niet opkomen gewoon. Ik denk dat het een nee is, serieus. Oh fuck. Ik weet hoe ik er kan komen, want ik zit nu weer op een domme manier te doen. Lara, kan je hier naar boven klimmen? Oké, ook niet. Oké, fuck it, dan nemen we een andere route. Dan nemen we een andere route, ik heb er geen zin meer in. Dan nemen we namelijk deze route. Hoppa. Waaraan kan ik dat ding vastmaken? Kan dat ding aan het bootje vast? Laten we proberen wel aan het bootje vast te maken. Even zwemmen, kom op. Kom aan. Even kijken of we hem aan het bootje vast kunnen maken. Die. Kan die daaraan? Nee. Oké, dan weet ik al welke manier we het kunnen halen. En dan doen we het wel op de moeilijke, nou ja, eigenlijk de makkelijke manier, maar ik was verkeerd gelopen. Dus dan doen we het nu op de moeilijke manier. Waarom ben ik nou weer zo dom dat ik verkeerd loop? Kijk, we kunnen namelijk zo. Zij zijn hier nog steeds aan het kutten. We kunnen namelijk zo, waar ik dus net was. Ja. Jongens, jullie zeggen ook helemaal niks. En dan kunnen wij hier gewoon, oep, erop springen. Tadaa, nou, dat was moeilijk. Oeh, niet normaal meer. Dat ik dus al veel... Ah, fuck. Dat ik dus al veel eerder kunnen doen, maar ik weet niet of ze dit haalt. Oké, dat haalt ze dus. Alleen ik was per ongeluk daar naar beneden gesprongen. Oké. Dan moeten we nu nog naar de overkant zien te komen. Ik denk dat we... Oh, kijk, er hangt al een ziplijn voor ons. Kunnen we deze gewoon gebruiken. En dan... Hoppa, zijn we er. Bijna. Oh, joh, dat ging bijna fout, zag je dat? Oeh. Hoppa, daar zijn we! Oh shit. Serieus, je overleeft twee pijltjes. Wauw. Het is een ninja man, deze gozer. Oh kut, het is echt een ninja. Ik heb de ninja gevonden, jongens.
Hè? Oké, dat was een beetje retarded, maar oké. Hebben ze dood. Mag ik wel mijn pijltjes terug? Dankjewel. Het ging namelijk niet helemaal zoals dat moeten gaan. Ah, we hebben hem, daar gaat het om. Dus we kunnen weer verder. En ik weet alleen niet hoe ver we moeten, want volgens mij moeten we best wel heel erg ver. Lekker. Oké. We staan er bovenop. Moet ik dan serieus nog verder of moet ik hier zijn? Je moet nog niet serieus daar naartoe, hè? There it is. Oké, dat had ik niet verwacht, maar anyway, het werkt en het helpt, dus ik vind het goed. Tada, daar hebben we iets aan, dat is een katrol. Dus dan wordt het allemaal lichter van. Oké, naar beneden toe, dan kunnen wij weer terug. Kutzooi, ze zijn net te snel weg als ik net wil schieten. Kut, of je schiet mis, dan kan het ook nog. Ga maar op die manier. Oh, lucky bastards, man. Rot nou op, joh. Nee. Nee. Ze vinden niet, joh. Hey, Mongol. Oh my god. Ik ga er gewoon op af. Fuck it. Fuck it. Kom dan. Motherfucker, bitch. Die voor je. Zo, dat was zijn eigen schuld. Rot op. Heet het, als ik net wil schieten, dan gaan ze... Poink. Andere kant op. Dus ik heb de hele tijd de timings. Oh. Oké, we hebben hem. Oké, nu kunnen we gewoon zwemmen. Zwemmen! Wat staat hij er nou weer te doen? Er zijn ook gewoon vijanden in die boot en niemand die me even helpt ofzo. Dus dan hier gewoon uit te rusten. Toch, vriend? Ik heb het ding weer hoor dat we nodig hebben. De katrol. Oude rukkert. Hoi hoi. Thanks. No problem. What's wrong? Alex should have been back by now. Uh oh. It's Dr. Whitman. Jonah, help! Waar schiet hij nou op? Gewoon een trap hoor van die gozer, want ik vertrouw hem echt niet namelijk. Niet Jonah vermoorden, want hij is een baas. Zie, het is gewoon een trap. How many are there? I don't know. Are you hurt? I couldn't see anyone. Must have scared them off. Het is een trap hoor. And you've barely broken a sweat. Oh. Must be fitter than I thought. You could have led them straight to us, like you did back at the palace. What? That's not how it was, Laura. They caught me while you were getting Sam. What the hell is this about? They said it was the only way they'd let you and the others live. I tried to warn you. We don't have time for this. Look, I don't know what the problem is between the two of you, and to tell you the truth, I don't much care. Ik vertrouw hem niet, jongen. Look, another word and I swear to God I'll start smashing that expensive dentistry of yours. Stop. If we fight amongst ourselves, then we lose. You're right. Which is why this is not happening, okay? I'm going after Alex. Where were the tools? The engine room. Look, he can take care of himself, Lara. Good. Then we'll be back soon. Oh, pew pew! Shots fired! Die blonde, die kan je niet vertrouwen, man. De Whitman. Eerder Shitman. Oh, pew! Oké. Okay. Laura, nee. Wait. Gaat hij mee? Oh! Here, take this bow. I've been saving it for you ever since I found oh. it. It's powerful. Yes. Can shoot an arrow into almost anything. Thank you, Jonah. Nice. Dat is nou nog eens sexy. Oké dan. Compound boog.
Laten we eens even zien hoe dat eruit ziet. Kunnen wij daar... Oeh, daar kunnen we ook allemaal extra dingen op schieten hier. Napalmpijlen. Wat, yo. En een gevlogen buigkoord voor grote pijlen. Hun toegebrachte schade. Oké, nice. We kunnen dat nog niet upgraden, want we hebben nog niet genoeg punten. Maar anyway, we kunnen wel even gaan uittesten. Kijk hoe groot dat ding is, jongen. De endurance beach on the other side of those cliffs. You can probably use that new boat to make your way there. Oké. On those rocks across from the dock. Misschien wel, ja. Dat weet je niet, hè. Maar weet je wat ik nu even wil uittesten? Kunnen wij nu dit ding openmaken? Hey. Is hij hier sterk genoeg voor? Oh. Got to find something stronger. Oh. Nou. Oké, dan niet. Laat maar zitten, dan niet. Dan niet. Oké, maar hij zei tegen de rotsen aan. Dus dan gaan we daar maar langzaam onze baan naartoe wenden. Poink. Compoundbow. Schiet touwpolen op steile rotsen om een kabel te spannen. Daar dus, denk ik. Kan die daar? Oh. Kijk eens aan. Hé, hey, dat is nog eens handig. Even de verkeerde kant op kruipen. Het kruipt toch ook niet lekker? Je kan beter... Die beweging ook. Je kan beter de andere kant op kunnen kruipen. Maar oké. Anyway, we gaan weer verder. Bereik het wrak. Okay, Reyes, I'm getting close to the endurance. What do you need exactly? Alex, we were getting worried. I'm gonna need a breaker bar and the rest of my kids. I can't fix this boat without them. All right, I'm on it. Lara is heading your way. You should wait for her. Lara? No, no, I got this. I'm heading in. Going radio silent. Alex, what are you doing? Ik vertrouw het niet helemaal, jongens. Dat ging bijna verkeerd. Holy shit. Ik vertrouw die Alex. Ik vertrouw hem wel. Alleen ik vertrouw niet dat dit goed gaat aflopen. Dat is het meer. Kunnen we dit ding gebruiken? Ja, chill. Oké, dan gaat het wat sneller. Mip, mip. Bam. Oké, jongens. Ik vertrouw het niet helemaal. Ik denk dat we er wel zo goed als bijna zijn. Dus mochten jullie nou... hebben genoten van deze aflevering. Ram dan op die like knop. Alex die moet hier dus lang zijn gelopen, maar waar die is, dat weet niemand. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Als je genoten zijn we morgen natuurlijk om 15:00 uur weer terug met een nieuwe aflevering. Dus ik hoop jullie morgen ook weer te gaan zien. En tot de volgende keer weer mensen. Bye bye.